nou? Ik vond een worstenbroodje in de koelkast. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant en ik vond worstenbroodjes heel erg lekker. Dus nu ben ik blij. Dit wordt mijn lunch. En dit enorme bubbelei wordt ook mijn lunch. Volgens mij gaat hij aanpikken, want doordat ik net aan het filmen was, was het vet een beetje aangebrand. Oepsie! Ze zeggen dat konijnen van wortels houden, maar mijn cavia's, die houden er echt nog veel meer van. Ik heb zomaar een heel lief cadeautje van Jeffrey gekregen. En ja, ik heb wel eens eerder verteld, ik kan er niks aan doen, maar Jeffrey zegt dat ik heb een cadeautje voor je. Dat weet ik gewoon wat het is. Maar het is wel echt heel leuk. Kijk. Het is van Blond Amsterdam. Ik had hem namelijk een mok gegeven van Blond met daar ook Perfect Boyfriend of iets. Dat is een soort grapje voor Valentijnsdag. En dan heb ik deze set voor sushi. Zo superleuk. Echt heel erg leuk. Hoi, het is vandaag donderdag en ik ben weer in Amsterdam. Ik ga weer naar Vera. Als het goed is gaan we vandaag een leuke lentevideo opnemen. En in ieder geval schijnt de zon, dus dat scheelt. Ik heb wel in de vuur gestaan, maar als de zon schijnt is het toch net wat minder erg. Als het goed is hebben jullie onze lentevideo al gezien voordat deze vlog online komt. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Dan ga ik nu verder met de tram en dan zien jullie ons straks weer, denk ik. Ik ben nu bij Vera, we zijn lekker aan het werk. En wat gaan we zo meteen doen, Veer? Outfits maken. En wat nog meer? Shoppen. Wat shoppen? Nee. Wat voor shoppen? We gaan... Mensen denken echt dat wij niks anders doen dan in de zon staan met een camera en shoppen. We gaan een filmpje maken, maar daarvoor moeten we even dingetjes kopen. En dat filmpje gaan we maken. Hallo, we hebben net boodschappen gedaan. Zo, onze lentevideo is opgenomen en we hebben goed ons best gedaan. Het is lekker een troep. De zon is weg, dus we waren net op tijd. Ik heb lekker een ananas gesneden en ik ga lunchen en ik neem lekker ook het ananas erbij. Het is super zoet. Ik had hem eigenlijk iets te lang laten liggen. Maar goed, ik heb wel even lekker veel ananas. Ik ben bezig met het artikel over de Blond kommetjes en chopsticks die ik heb gekregen. En ik heb daarvoor allemaal rijst gekookt, noedels gekookt, sushi gekocht, wokgroenten, dat soort dingen. Zodat ik het leuk kon fotograferen en ik heb nu de laatste stap de rijst gedaan. Ik wilde eerst alleen noedels doen, maar toen zag ik het staan en toen dacht ik ja... Er moet eigenlijk ook nog wel een bakje rijst bij. Dus het is dan de setup. En dan ga ik nu de foto's maken. Hoi, het is vandaag vrijdag. Ik heb net een mailtje gestuurd aan mijn tante. Want die had gevraagd via de mail hoe het gaat met verhuizen en zo. En ik moet zeggen, ik vind het echt best wel lastig. Om een verhuizing te combineren met ja, het gewone dagelijks leven. Ik zit nu echt te denken, hoe doen andere mensen dat? Zeker als ze ook nog kinderen hebben en helemaal gaan verbouwen en een veel groter huis hebben. En hoe moet dat dan allemaal? Want ja, ik ben nu 2 dagen in de week in Amsterdam om met Vera te werken. En ik heb nog mijn eigen site, mijn eigen bedrijf met freelance opdrachten. En ja, ik moet ook gewoon zorgen dat er geld verdiend wordt. Want ja, ik moet nu huur gaan betalen en zo. Dus ik vind het ook lastig om... dingen te pauzeren of om tegen dingen nee te zeggen. En ja, mijn vriend die werkt ook 7 dagen in de week. Die heeft 2 banen en vaak werkt hij wel halve dagen, dus niet de hele dag. Maar ja, wij hebben bijvoorbeeld weinig weekenden waarin we echt een heel weekend dingen kunnen doen ofzo. Dat valt me wel tegen, want we hoeven niet eens zo heel veel te doen aan ons appartement. Maar je moet toch veel regelen als je gaat verhuizen. Internetaansluiting, tv-aansluiting... We moeten spullen uitzoeken, koelkast, fornuis, etc. Dus er komt best veel bij kijken. Als jij er ervaring mee hebt, dan wil ik graag horen hoe jij het allemaal hebt gedaan. Nou, we zijn nu onderweg naar het BFF-event in de Roy. Ik heb mij maar opgemaakt en ik vind het heel spannend. Ik heb er wel heel erg veel zin in. Het is lekker dichtbij. En dan zal ik zo meteen nog wel even wat meer filmen. Maar Suzanne is er ook, die zal denk ik ook wel filmen. Of haar zusje die mee is. Ik zit nu met mijn zusje in de auto. Het is zaterdag en we gaan naar het Beauty Fashion Friends event in de Rai. Vera is daar ook en Willemijn en Martine van Live Life Gorgeous. En nog een heleboel andere leuke YouTubers, bloggers en andere mensen. Ik heb er zin in en ik ben benieuwd. Ja.
Nou, we zijn er. Het is wel lekker roze hier. Het regent wel heel hard, maar gelukkig staan we nu overdekt. We mogen over de roze lopen weer naar binnen. Ik ga kijken hoe het er binnen uitziet. Vera en Jeffrey. Ja. Bijna op tijd. Nou, we mochten er niet in. Nee. Ze zijn dus niet geldig. Ja. Ja. Maar jullie hebben hetzelfde ding als ik. Ja. Ik denk het wel. Ja, maar is ik denk het wel. We waren hier om gisteravond. Waar ben je, Soes? Gezellig, kom erbij staan. Zegt hij, jij doet graag aan schoenen, maar voor de rest, wat is er nou belangrijk? Is het een broek? Wat zou je altijd bij je willen hebben als je bereisd was? Ja, dan denk ik dat ik voor een jurkje ga. Want ik vind een broek vind ik toch ja, vaak saaier, meer basic. En je kan één jurkje met een panty combineren, met accessoires combineren, met jasjes combineren. Dus als het echt over kleding gaat, ik hou meer van jurkjes en van rokken dan van broeken. Vandaag in Groningen. Leuk! Ja. Wauw, wat cool. Hele leuk. Waar woon jij eigenlijk, Suze? Ja, in Arnhem. Oh, jij bent gebleven. Jij bent de enige die naar Amsterdam is geruisd. Ik ben nu in de Dutch YouTube Gathering Lounge van Ilko, die is hier de onderbaas. Hè? En er kunnen allemaal mensen met Vera op de foto. Ik denk dat ik haar mee ga helpen. Ja. Ik heb even twee foto's gemaakt. Zeker. Vind je het leuk? Even. Dat is voor de Zie je, het gaat een beetje. Ja, want het is wel een tandartje. We gaan even iets kwijt. We zijn in de bioscoop en check deze mega zakken M&M's. Echt heel groot. 400 gram. Sophie vindt de camera heel interessant. Ze zitten de hele tijd naar te gluren. Zo van, zal ik er nou naartoe gaan? Of is het toch een beetje eng? Jeffrey's outfit voor vandaag. En wat vind je van het roze BFF bandje? Kleurt er al kleurt er heel mooi bij. Arm jewelry en zo. Arm candy. Arm candy. Leuk. Leuk. Het is vandaag zondag en ik ben weer in Amsterdam voor de verandering. Het is vandaag de tweede dag van dit Beauty Fashion Friends event. Ik ben gelukkig mooi op tijd. De zon schijnt, dus we kunnen beginnen. We zijn nu op het BFF event en Vera moet zo op en ik ga nu even Sanne zoeken. Waar is Sanne? Waar is Sanne? Waar is Sanne? Daar is Sanne! Word je nou ingezet als camera? Ja, ik moet alles vloggen. Leuk hè? Lig je lekker Sanne, je hebt lipstick hier zo. Oh nee! Moet je nou iets waar alle bloggers samenkomen? Is het een feestje op nou niet event? Allemaal, maar ik weet niet of je dat moet willen, want er zijn echt volgens mij tonnen bloggers ondertussen. Maar je ziet natuurlijk wel op veel pers-events en dergelijke wel veel bloggers bij elkaar. We zijn nou met Thijs en Bas, ik weet niet of jullie het zien zijn. Hoe zijn jullie? Voor Vera. Voor Vera Camilla. Ja. Ja. Vinden jullie het een beetje leuk hier? Ja. Ja? Wat vinden jullie het leukst om te doen? Make-up kopen. Ja, gewoon de make-up, gewoon de goedkopere make-up. Ja. Altijd lekker. Dankjewel. Vers gebakken. Lekker? Lekker man. Ja, lekker. Ja, heerlijk. Het is wel een kwaliteitsproduct. Oh, en leer. En wat voor kerst? Ja, wil je die voor kerst? Ja. Het is hoogwaardig kunstleer. Want echt leer mag niet gebruikt worden in de montage. Nee? Oh, wat goed gelukt. Hè? Mag ik er gewoon Nou, ik ga mijn fiets weer pakken. Net een afspraak gehad. En het is heerlijk weer, dus ben ik op de fiets naartoe gegaan. Dat was in de buurt. En nu ga ik weer naar huis. Waar Suus aan het werk is. En dan ga ik nog even lekker van de zon genieten. Gisteren kwam de zilveren playbutton binnen. Dit is een soort award van YouTube die je krijgt als je 100.000 abonnees hebt. En het is voor mijn Vera Camilla kanaal. En ik heb inmiddels 117.000. Het is alweer een tijdje geleden dat ik de 100.000 haalde. Maar het duurde heel lang voordat ik hem kon aanvragen. Je moet hem ook echt aanvragen. Maar ik vind hem zo cool. Ik ben er zo blij mee. En hij zit hier, hangt hier in de gang.
Dus zeg maar, als je naar de wc moet, als gast hier zijn, dan... Wauw, wat is dit? Ik ben gewoon zo trots op. Ik vind het zo cool. Ja, dus ik ben zo blij mee. Die wilde ik nog even laten zien. En dan was dit alweer de vlog van deze week. Tot volgende week.